13 juni 2022, Pinkstermaandag in Griekenland. Een lokale inwoner opent de poort van zijn garage. Verder is er geen beweging te zien in de appartementsblokken en verlaten winkeltjes. Graffiti overheerst op muren en verkeersborden. Samen met rondzwervende straatkatten op zoek naar restjes voedsel. De buitenwijken van Thessaloniki tonen weinig tekens van leven en lijken verwaarloosd en achtergelaten door hun oorspronkelijke bewoners. Maar enkele straten verder, verscholen door verwilderde bomen en hoge gebouwen, komt plots een uitgebreid winkelcomplex tevoorschijn. Het naburige pand staat sterk in contrast met de moderne infrastructuur. De modernisering van de stad, waaraan het bestuur hard werkt, is op die manier duidelijk te zien. Hier en daar springen nieuwe, gerenoveerde constructies in het oog, tussen de verouderde woningen. Maar het echte moderne centrum van de stad ligt aan het water. In tegenstelling tot de buitenwijken loop je hier veel toeristen tegen het lijf. Ook cafés, winkeltjes en fonteinen maken het zomerse vakantieplaatje compleet. Eeuwenoude monumenten liggen verspreid tussen de hotels en souvenirshops en kan je gemakkelijk bezoeken met de hop-on, hop-off bussen. Het stadsbestuur is volop bezig met het promoten van toerisme en hoopt op stijgende aantallen in de toekomst.